Goeiedag. De molens bij Kinderdijk werden vandaag vergezeld met mooie wolkenluchten. Stapelwolken afgewisseld met die blauwe lucht. En we zien het hier net achter het label van de foto verdwijnen. Die windvaan gaf wel aan dat er vandaag behoorlijk wat wind stond. Dus ondanks dat zonnetje erbij was het af en toe voor het gevoel wel even wat frisser. En niet overal bleef het bij die rustige wolkenluchten, die stapelwolken die snel overtrokken. Er kwamen af en toe ook wat buien over, stevige buien met hagel daarbij. En dan was die paraplu ook wel eventjes nodig. Op het radarbeeld zien we die buien van vandaag. Het zwaartepunt lag echt boven de westelijke en noordwestelijke helft van het land. Maar ook wat dieper landinwaarts in het oosten en zuiden kwam het tot enkele buien. Nou, die buien, daar gaan we geleidelijk wel afscheid van nemen. Vanavond hebben we nog wel met buien te maken. Zien we ook in de verwachting van de weercomputer. Die trekken nog van west naar oost over het land. Maar daarna komt er een hoge drukgebied ten zuiden van ons land tot ontwikkeling. En wij bevinden ons net een beetje op de rand daarvan. Dat betekent ook hoe verder in het zuiden van het land je woont, hoe groter de kans is op zonneschijn. Omdat dat dichter bij de kern van dat hoge drukgebied zit. Nou, daaromheen een zuidwestelijke stroming, wordt wat milde lucht mee aangevoerd. Dus met hele lage temperaturen hoeven we overdag geen rekening te houden. Maar tijdens de nacht kan het bij opklaringen wel sterk afkoelen. Vanavond hebben we dan nog met die laatste buien te maken. Die trekken ongeveer van west naar oost over het land. Nemen geleidelijk wel wat in intensiteit af. Temperatuur daalt dan naar zo'n 10 graden. Die wind blijft wel duidelijk aanwezig. Uit het zuidwesten ook vanavond nog een matige wind. En vannacht komt er eigenlijk vrijwel geen verandering in. Die matige zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien. Dat betekent ook dat de temperatuur niet heel erg ver kan dalen. We hebben het over zo'n 8 graden als minimum waarde in het binnenland en in het zuiden. En aan zee is het iets minder koud. Daar hebben we het over een graad of 12, maar is die wind ook echt nog wat duidelijker aanwezig. Morgen overdag hebben we dan met droog weer te maken. Zoals ik net al zei, in het zuiden van het land de meeste ruimte voor de zon. De noordelijke provincies hebben wel af en toe met wat hardnekkigere bewolking te maken die vanaf de Noordzee komt overdrijven. Blijft wel overal droog, maar ook morgen zal die temperatuur af en toe gevoelsmatig wel wat lager uitvallen, omdat we ook dan met veel wind te maken hebben. De dagen daarna blijft dat hoge drukgebied stevig in het zadel zitten. Betekent dat we met neerslag niet of nauwelijks rekening hoeven te houden. Een aanhoudende zuidenwind en vooral tijdens het weekend zoekt die wind iets meer de zuidoostelijke hoek op. Wordt de aangevoerde lucht wat droger en betekent ook dat we meer ruimte voor de zon kunnen verwachten. Dus de komende tijd in ieder geval heel erg rustig herfstweer. Droog met veel ruimte voor de zon.